Nou, Pien, we gaan proeven. Nou. Hey, Sjil, hoe is die? Hey, Pien. Ja, goed hoor, hier. Ja? Nou, mooi. Want voor vandaag hebben we iets heel anders in petto dan wat je normaal gesproken van ons gewend bent. We gaan namelijk al videobellen vanwege de corona een kijkje in de keuken geven, letterlijk. Ja, en we dachten, we maken een eiwitrijke lunch. Want daar krijg je sterke spieren van. En in deze stilzittende coronatijd mogen die spieren best wat sterker worden. Zeker weten. En ook zijn eiwitten heel erg belangrijk voor als je wil afvallen. Maar dat vertel ik straks. Ik ga een Oosterse salade maken met sojabonen. Hier zijn ze. Uit de diepvries. En verder heb ik hier sla-melange, rode biet. Avocado blokjes, kijk, helemaal lekker rijp. En geroosterde pijnboompitjes. En heb ik 3 flesjes hier en daar ga ik een heerlijke dressing zo van maken. Dat klinkt allemaal lekker. Ja, omdat er natuurlijk heel veel eiwitten in plantaardige voeding zitten, ga ik dus die pannenkoeken maken, maar zonder ei. Wel met kikkererwten, teentje knoflook, huttekezen, witte bonen, spinazie, boekweitmeel, peperzout en een beetje amandelmelk, zodat het natuurlijk niet te dik wordt. Wow, jij hebt jezelf niet makkelijker gemaakt. Nee. Ik ga in 30 seconden deze Oosterse salade met sojabonen in elkaar zetten. Ik heb de sla-melange rode biet al op de schaal gelegd. En deze sojaboontjes ga ik er doorheen doen. Verse avocado blokjes. Ik heb sesamolie, rijstazijn, soja. Kijk nou. Ja, ik zou het nog even hebben over het belang van eiwitten bij het lijmen. Nou, het geheim zit hem in 2 dingen. Eiwitten verteren langzamer dan bijvoorbeeld koolhydraten en vetten. En dat betekent dus dat je al langer een verzadigd gevoel hebt. 2. Eiwitten in voeding stimuleren de vetverbranding. Het beslag. Nou, daar ga ik. Voor de helft wat amandelmelk. Dan de spinazie erdoor. Blender erop. Daar gaat hij. Beetje peper. Zout erdoor, witte bonen erbij, knoflookje, huttekezen, cottage cheese noemen ze het ook wel, boekweitmeel erin, eerste pannenkoek. Oeh, engelig geduld moet ik hebben. Ik heb er een tweede pan bij gepakt. De eerste 2 pannenkoeken mislukten gigantisch. Echt gewoon prut! Dus ik heb er maar 2 eieren bij gegooid. In de hoop dat het lukt. Nou, Pien, we gaan proeven. Nou. Maak jij mij maar weer lekker, ja. Maak je lekker, want die sojabonen. Ik zou nog even laten zien. Die zijn niet te lang gekookt, dus die hebben een lekkere bite. En wat ik was vergeten te vertellen, dat van alle peulvruchten zit in sojabonen de meeste eiwitten. En jij, Pien? Nou, mijn hap ziet er zo uit. En ik zal je heel eerlijk zeggen, ik heb veel betere pannenkoeken geproefd. Dit is wel jammer. Nou, prima lunch, Pien. Maar krijg ik nou meer spieren? Nee, Sjil, daar moet je natuurlijk wel wat voor doen, hè? Bewegen dus. Oh ja, ja, ja. Het gaat natuurlijk allemaal niet vanzelf, inderdaad. Ik ben wel heel erg benieuwd welke eiwitrijke gerecht jij gaat maken. Ja, laat het ons weten, want we houden ontzettend van lekkere gerechten. Doeg! Doeg!